Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering nummer 52 in Abu Dhabi. De laatste aflevering van seizoen 4 staat op het programma. Heb jij de vorige aflevering gemist, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dan kan rechts boven het i'tje, klik erop en zie jij die aflevering verschijnen. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat jij geen enkele video meer van me mist. Dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie. We zijn dan dus aanbeland bij de kwalificatie. En gaan dus kijken wat het gaat worden hier in Abu Dhabi Q1. Dan, het is bewolkt, maar het wordt al snel donker. Dus die bewolking zien we over een tijdje niet meer. Abu Dhabi is toch altijd iets speciaals. Volgens mij heeft dit circuit 1 miljard US dollar gekost. Omdat Bernie Ecclestone hier een grote prijs wou laten organiseren. Ze zetten paars in sector 1 neer. Iets te wijd bij het uitkomen van de laatste bocht. Maar het is alsnog een P1 met een 1.32.741. En George Russell komt op 8000ste tekort. Maar dat is allemaal Q1. We zijn nu aanbeland bij Q2 en we gaan proberen om op die medium band te starten en dan de race misschien op uit te rijden op de soft banden. Volgens mij is George Russell ook naar buiten op die medium band. Ik zie er wel een klein beetje door, maar het is geen probleem. Lance Stroll zet een 1.35.174 neer. Hij rijdt op P3. Russell hebben we voor ons. Die gaat naar een P1. Maar wij pakken die af met een 1.31.751. En Russell op de softe banden. En komt tot 17e. Q3 dan inmiddels aanbeland. En kijken of we het hier ook bij kunnen houden bij deze ene run. Want dat scheelt ons weer een setje van de softbanden die we kunnen gebruiken tijdens de wedstrijd. Charles Leclerc zet een 1.34.755 neer. Hij staat op dit moment op pole position voorlopig. Maar wij komen er aan. Esteban Ocon pakt de pole af met een 1.34.660. We zijn dus doorverwezen naar P3, maar we hebben nog helemaal geen tijd op de klokken staan. We krijgen een track limit waarschuwing, maar dat is geen probleem. Valtteri Bottas met een 1.33.8. Wij met een 1.31.4. En dat is gewoon 2 seconden los van Lewis Hamilton. Russell is de enige die ons nog bij kan houden, maar de rest is allemaal gezien. Dat betekent dat de auto van ons gewoon heel erg snel en goed is. Are you feeling confident that you can take your qualifying pace into the race? Ja, zeker. We hebben meestal gewoon een goede pace. Dus ik denk dat we dat kunnen doen. Ja, de grid penalty, ja zeker. Dit hoort er gewoon bij. We starten dus vanaf P11 geloof ik, als er geen andere mensen zijn die een penalty hebben. Do you think this team are performing as well as they could do? En ja. Het is wel een klein team, maar kom op. Well, that's everything. Nou, het teamacclaim met mezelf en George Russell. Dit is lang geleden dat ik dit weer in de video heb gezet. Maar ik moet de video wat langer maken, dus zet ik het dit gewoon in. Level 21 tegen level 18, dat is goed om te zien. Level 25 in totaal. Dus dat is mooi en dat klimt alleen maar in seizoen 5. Unfortunately, we've picked up some grid penalties and we'll be starting further back than you expect. As for how bad it is, that'll depend on what the other drivers get. Ja, we starten dus wat van achteren, P8 geloof ik. Dus Russell start vanaf pole position in deze laatste aflevering van seizoen 4. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 52. De laatste aflevering van seizoen 4 is onderweg met George Russell op pole position. Wij hadden een grid penalty en de lampen gingen uit. En we waren onderweg natuurlijk. En we hadden een uitstekende start.
pakte dan gelijk een paar man in de eerste bocht, moest daar even op de rem en blokkeerde daar Charles Leclerc. En daardoor kon Max Verstappen naar die positie gaan. We hadden inmiddels Carlos Sainz achter ons, daar moesten we voor op de rem. De volgende heet dan volgens mij Lewis Hamilton. En die hadden we volgens mij ook binnen een aantal rondes mooi gepasseerd. Dus dat is gewoon heel goed om te zien. We zaten inmiddels bij de kont van George Russell. We starten dus op die mediumband, Russell naar de soft. En we rijden nog steeds op die mediumband, want George Russell is naar binnen gegaan. En wij leiden dus de grote prijs van Abu Dhabi. Het is al wat schemerig aan het worden. Daar gaat dat pauwtje rechts in beeld. Leuk om te zien. We hadden onze eerste pitstop van de dag gemaakt. En zaten hier dan aan de buitenkant kijken bij George Russell. Het was een mooi gevecht om de leiding. Die we helaas toen aan George Russell over moesten laten. Want we konden niet terug aanvallen. Dan zaten we hier weer aan die buitenkant van George Russell. Russell zit aan die binnenkant, maar wij hadden een betere exit en we hadden de leiding veroverd. Nog steeds op die softbanden, volgens mij zijn we nog een keer naar binnen geweest. Voor een tweede pitstop van de dag, want we deden medium, soft, soft. Maar de strategie verliep gewoon goed. Sorry, we deden medium, soft, medium. Excusee, mijn fout. Het kan namelijk gebeuren, want deze aflevering, sorry. Deze opname, ja, is al een aantal dagen geleden. Dus ik kan niet alles onthouden. We deden medium, soft, medium. Russell deed soft, soft, medium. Maar die eindigde dus ook als tweede. We hadden nog een blauwe vlagger. Maar dat was eigenlijk geen probleem. We kwamen dus bij startfinish en sloten het seizoen af in stijl. Nou, dat was dus de aflevering, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt. Heb jij genoten? Beloon dan met een like. Heb jij niet genoten? Beloon dan met een dislike. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Creamed content. Schakel ook een lekker belletje aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Reageren wat er verbeterd kan moet worden. Volg me even op sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was het journal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Creamed. En gaan we verder in seizoen 5.